werkzaamheden in de Eindhovense schrijversbuurt is woensdag een harde knal ontstaan. Er werd uitgegaan van een gaslek. Ook kwam er rook vrij uit een gegraven gat. De Eindhovense brandweer rukte uit en deed vervolgens metingen. Er was geen gas gelekt, wel bleek uit onderzoek van Enexis dat er vermoedelijk een grote stroomkabel is geraakt. De netbeheerder probeert de kabel te maken of te vervangen. De straat werd tijdelijk afgezet.